Klopt. Maar ga je daar starten? Want het is wel... Ik weet echt niet wat ik ga doen, dus ik ga even denken. Oké. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag hebben we al een heel gekke challenge. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Ja, anders is het altijd dezelfde intro, dus... Ja. Anyways, de challenge van vandaag wordt echt superleuk. We zeggen nu al, probeer het niet thuis. Ja. En ik ga het gewoon uitleggen met beeld erbij, anders gaan jullie het misschien niet begrijpen. Wie als laatste in het zwembad valt, wint de challenge van vandaag. Op welke manier kan je het zwembad vallen? Zo? Dat is één manier. Ja. Ik ging net zeggen, erin gooien. Iemand erin gooien, iemand erin duwen. Wat zijn nog manieren? Evenwicht. Want wij gaan balken leggen over het zwembad. Die balken zijn ongeveer zo breed, denk ik. En dan gaan we daar niet over stappen en wachten tot er iemand in het water valt. Dat hebben we al gedaan. Maar vandaag gaan we erover fietsen. Yeah. Ja. En de fiets van vandaag is deze. Even serieus. Heb je daar veel stabiliteit op? Als je recht moet gaan, niet. Voor we op het water gaan, gaan we even testen of het wel lukt. Want straks ligt er daar een super smalle balk. En als je valt, is het gedaan. Kan je fietsen in een rechte lijn? Oh-oh. Ja. Oh, ja, nee. Je lag al in het water. Je lag echt al in het water. Plots. Dit is ook veel breder dan de balk die op het zwembad ligt. Ja. Dus Celine lag sowieso in het zwembad. Maar je kan hier dus oefenen. Komt-ie? Oh, dat was recht in het zwembad gereden. Oh. Nee. Plons in het zwembad. Oké, dit wordt heel moeilijk, denk ik. Ja. Madre mia. Ga jij of Ize? Ize mag eerst, hè. Ik sta hier toch goed achter de camera. Oh, ja. Nee. Ja, je lag ook al in het zwembad. Twee keer, drie keer, vier keer, vijf keer. Ja. Jouw beurt. Ja. Ja, hij heeft al een nadeel met zijn lengte, maar ik heb alle vertrouwen in jou, dus kom maar. Wow! Oh, wauw, dat was goed. Ja, maar ik denk wel dat het gaat lukken. Dat was goed, hè? Nog even oefenen. Het einde was even geskrapt. Ja, want dit is ook al veel. Ik heb nu de volledige breedte gebruikt. En de balk is wel de volledige breedte. Was ik? Dat klonk als breedte. Dit is dus de breedte van één balk. Ja. Maar we starten over de breedte van het zwembad met twee balken. Met twee balken, om te beginnen. Dan is de kans iets groter dat we de overkant halen. Zou wel lukken. Ja, dat gaat lukken, dat gaat lukken. Bram heeft zelf gezegd dat hij wil starten. Ja. Ben benieuwd hoor, Bram. Kijk gewoon naar dit parcours. Ja, dat is echt mooi, eng. Dit zijn dubbele balken, dit is ronde 1. Ja. Dat is het enkele balk in de breedte. Ronde 2 en ronde 3 is over de lengte van het zwembad. Dus blijf zeker kijken tot het einde. Oké, hij gaat het gewoon doen. Oh. Wow, yo. Wow. Je meent het. En hij ging nog recht ook, dus ik denk op een smalle balk dat hij het wel zou gehaald hebben. Maar ik ga proberen om mij gewoon hier af te duwen. Zo hard dat ik de overkant haal. Oh, oké. Want ik kan niet makkelijk fietsen, snap je? Ja, oké. Heel veel succes. Ik ga het proberen, thanks. Doe maar. 3, 2, 1. Oh my god. En dan moet ik mij hier afduwen. Ja! Dat is echt eng. Ga je rechts staan, of wat? Wow! Wat doet hij? Je bent gek. Doe normaal. Ik moet van alles proberen, want zitten is te moeilijk voor mij. Kijk. Zitten gaat niet. Ik sta met mijn knieën tegen het stuur. Je oefening en daarnet in het gras was zo goed. Ja, maar dat was het op het gras. 3, 2, 1. Kom maar. Oh. Wow! What the hell? What the hell? Wat was dat? Dat was een step. Dat was geen idee wat het was. Bram en ik zijn nog in de race. Ja. Ah. Ik heb twee keer mijn voet gezet, maar er zijn geen regels. Je moet gewoon op de fiets de overkant halen. Je mag zoveel keer je voeten gebruiken als je wil. Hè. Ah, dus je mag stappen ook eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. Maar stappen is wel gevaarlijk, want de planken liggen niet zo stevig. Celine heeft echt stress. Ja. Ja, in en uit halen. Kan het. Kom op, hè. Ik heb zelf stress voor jou. Geloof in jezelf! Ah, dat is echt eng, hè? Echt waar! Wacht, hè? We zitten er maar onder 1, hè? Wat denk je, Ize, haalt ze het? Zij wel. Daar gaat ze! Oh! Wat was dit?
Ik durf het niet. Wat was het? Sully durf niet. Het was maar goed. Bram is de enige die gefietst heeft. Oké, maar ik ga het nog eens proberen maar fietsen. Maar straks is het aan Ize. Straks is het aan Ize. Ize gaat het doen. Goed en doen of gaat... slecht doen? Nee. Ze gaat het goed doen. Goed doen. Ik geloof in haar. Oké. Okay. Kom op, Ize. Daar gaat ze, daar gaat ze. Oh, ja! Ja! Oh, 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 oh. Maar je bent er, je bent er. Nee, dat was echt waar. Oké, okay, maar. Je bent er. Ik heb gefietst. Goed gedaan. Ja, oh, ik tril echt helemaal. Eende, zag je dat? Ja. Ik heb dat niet gezien. Je was bijna uit water. Ik wil iedereen wel proficiat wensen, inclusief mijzelf. Want ronde 1 hebben we overleefd. Ja. Gaan we nu eerst een beetje oefenen op deze strook. Want kijk, nu moeten we over het water op een heel smalle balk. En Bram die zit erbij en die denkt alles komt goed. Maar Celine oefent nog even. Oh, 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 oh. Ja, dat was het wel. En jullie hebben geen opwarming nodig? Het gras is water, dat moet je proberen in je hoofd te visualiseren. Oh, oh, haalt ze het? Ja, ja, ja. Oh, nee, niet. Blup, daar gaat hij. Oh, Bram heeft wel die focus, maar hij valt in het water. Ja. Het lijkt makkelijk, toch? Bram probeert hem af te duwen. Hup, ook in het water. Ize heeft echt heel veel stress. Toch? Echt, ja. Niet normaal. Maar je gaat wel kunnen horen jezelf geloven. Ik steek gewoon in mijn hoofd van dat ik ga vallen. En als ik dan niet ga vallen, dan ben ik extra fier op mezelf. Oké, geen teleurstellingen. Zoveel ruimte heb je dus. Niet heel twee veel. Twee wielen, kijk. Inderdaad. Start! Kom op, Bram. Oh, hij duwt hem gewoon af. Oh! Oh! Ja! Oh! Oh. Ga dat doen! Was niet echt fiets. Maar je bent er geraakt. Ja. Ja, het ziet er misschien makkelijk uit, maar het is... Alles behalve. Alles behalve makkelijk. Maar ga je daar starten? Want het is wel... Ik weet echt niet wat ik ga doen, dus ik ga even denken. Oké. Okay. 3, 2, 1... Vals. Oh, oh. Oh! Oh! Ja! Kom op! Doet het. Niet normaal, echt wel. Ook rechtervoetje. Oh. Hoort dit bij top 10 grootste angsten overwinnen? Ja. Was het eigenlijk een angst? Met de fiets over een plank over het zwembad? Ja, stiekem wel. Stiekem wel. Oké, maar je kan het. Kijk, Celine, is het klaar? Ja, ik ben weg. Oh, wow, 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 wow. Uh-oh. Celine heeft een tactiek gevonden. Het is een soort van fietsen. Uh-oh. Uh-oh, ze staat stil. Het midden van het zwembad. En ze heeft het gehaald. Ze heeft het gehaald. De overkant gehaald. Oh my god. Wow. Mijn handen zweten, het is niet normaal. Weet je hoe lang het duurde? Nee. Voordat je daar klaar stond, voordat je de overkant haalde? 7 minuten. Ja, ik weet het, maar het is echt mentaal een gek spelletje. Go! Uh-oh. Daar gaat ze. Oh, 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 oh. Maar hoezo? Hoezo? Hoezo haal je nog de overkant? Ik was zo dicht. Ja. Ik dacht echt dat je ging vallen. Ik dacht dat ook. Ik wil wel 1 keer gewoon proberen te fietsen. Ja. Maar dit telt niet als ik dan val, oké? Okay? Deze breedte fietsen. Oké, okay, maar misschien moet iedereen dat proberen dan. Ja. Oké, okay, maar zonder wachten en zo. Als je valt, lig je er niet uit. Okay. Lig je wel in het water, maar niet uit de challenge. Ja, gaat Bram het halen met de fiets? Ja, ik denk Bram wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Daar gaat hij. Oh, oh, oh. Oh, nee, 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 nee. Ja, 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 ja. Wajow. Wajow. Hoe traag ik dat? Zo slim. Maar Bram, ik dacht wel nu dat je ging vallen. Ja, ja, ik dacht ik had even moeite, even zo. Oh, oh, oh. En dan heb ik altijd verder. Een heel langzaam de overkant. Ja. Dat is mijn idee om dit nog eens te doen. Ja, dat is waar. Oké. Okay. Kom op, hè. Jij mag aftellen. 3, 2, 1, go. Waar gaat hij? Hij haat. Maar, ah! Wow! Ja! Wow! Dit telt toch? Ja, dit telt, dit telt. Ik kon de einde niet halen, maar ik sta hier. Oh, ja, mooi. Net kon ik mij redden. De fiets heeft wel debuut gemaakt in het water. Ja, nu is die wel nat, hè. Je fiets staat op jou te wachten. Ja. Wat denk je van Celine? Ga lukken. Ja? Alle vertrouwen, jawel. Zie haar hoofd. Ze heeft superveel stress. Ah. Nee. Oh, wow, 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 wow. De eerste val. Nein. Ja. Dat is met te weinig vertrouwen gestart. Ja. Te veel twijfel. Ja. Succes, Ize. Thanks. Ja, doe eens met het belletje. Oké. Dat is het startschot. Oh, het belletje is ook al beschadigd. Oh, daar gaat het. Oh, boy. Dat was wel een heel mooie valpartij. Je bent niet de enige die gevallen is. Nee, klopt. Maar dat is omdat we
te weinig vertrouwen hebben, waardoor we veel te traag gaan en dan vallen. Ja, als je gewoon denkt, gaat mij lukken. Ja, dan ga je, maar je denkt aan alles en... Ja. Dit is de opstelling voor de laatste ronde. Wow. Ondanks dat Serin en Izal in het water gevallen zijn, ik bijna, zitten we allemaal in de finale. Yes. Dus nu moeten we vandaar de overkant zien te halen tot, hier. Tot waar Ize staat. Je begint dus daar, je probeert hier te geraken, maar je kan dus twee keer stoppen als je wil. Als je moet tanken bijvoorbeeld, kan je stoppen. Ja. Als je iets wil eten, drinken. Kan ook, ja. Bram, je start nu al bergop. Dus, kijk, het gaat hier een beetje omhoog naar daar. Oh, buiten categorie. Ja, Bram, je hebt wel beveiliging nodig. Waar moest je vallen? Voilà, perfect, voilà. Bram. Ja, perfect, joh. Oh, klaar. Oh, daar gaat hij! Oh, Hij staat aan het midden! Oh! Hoezo? En hij staat daar! Hoezo? Zo! Wow, joh! Hij heeft gehaald! Oh, dit is wel gek! Goed gedaan. Helm doorgeven aan de volgende. Aan mij. Ja, het is aan jou. Michiel Kallebout staat klaar met helm. Heb je er zin in? Nee, echt niet eigenlijk. Al garme, maar je moet het niet doen en je kan ook gewoon de challenge verlaten. Nee, zo makkelijk geef ik niet op. Het is niet omdat ik er geen zin in heb dat ik het niet wil doen. Zo ziet het er dus uit als je moet starten. 3, 2, 1, go! Oké. Okay. 7 minuten later. Oh! Blijf! Ik was zo ver! Michiel, out! Ai, 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 ai. Dit kan toch niet? In het water gevallen. Ja, ik heb echt overal pijn. Mijn voet. Zijn het water gevallen. Ai, ai. Ligt het open hier. Oei, oei. Oh ja, wow. Ik heb het geprobeerd. At home. Het is Céline haar beurt. Oh. Ik ga weer stoppen, denk ik. De challenge is met de fietsen over de balken geraken. En dat ben jij aan het doen, dus het telt. Ja. Okay. Ik ga het wel even versnellen. Wow. Ja, 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 ja. Oh, direct derde. De laatste. Ze is er bijna. Bijna. Ze is er. Ze is er. Wel, een beetje een rare tactiek, maar ja, ik ben er geraakt, hè. Ja, er was... Telt het, ja. Ja, er is geen reglement die zegt je mag je voeten niet gebruiken. Oké. Okay. Dat is helemaal nat. Ize wordt helemaal klaargemaakt. Ze is al nat, natuurlijk. 3, 2... En nu! Oh, Ize gaat voor de staptechniek. Nee! Maar... Ik ben al weg. Wat is dat? Ah! Ja. Dit ziet er iets minder stabiel uit dan bij Céline, maar het lukt wel tot nu toe. Hoezo minder stabiel? Het lukt wel, het lukt. Kom! Ja. De laatste rechte lijn. Oh, Ize zegt, maar zij is de enige die praat. Ja. Pak ze het groen van Wout. En nu op. Allee, Ize! Ja. Maar, had je dat platform er... niet gehad? Dat je wel. Maar dat weet niemand, hè? Nee, dat is waar, dat weet niemand. Ja, mooi. En voor de mensen. Half en half. Die nu denken, dus die echt fietsen. Heeft Bram net gezegd? Ik ga eens proberen fietsen. Help mij. Wow. Dat zei je dus net. Als Bram dit kan fietsen, wint hij van mij. Ja, sowieso. Want ik lig er al uit, hè. Klaar. Oh, hij is vertrokken. Oh, hij valt. Recht in het water. Hé, ik was wel tot hier, hè. Ja, dat is waar. Mooi. Wil je nog eens op tweede kans? Allee, hup, hij gaat nog eens. Hij vertrekt direct. Oh, nee. Eindelijk. Kijk daar. Bijna. Maar Bram, je was wel verder. Je raakt de derde kans. Nee, daar nee, komt. Nee. Ah. Die valt wel echt een slow. Bram, je moet iets meer snelheid maken. Ja. Je bent bang om snelheid te maken. Laatste kans. Ah, nee. Oh. Ja, we zitten. Oh. Ja, ik was er bijna. Bijna. Bram, blijf proberen. Gaat hij tempo maken? Nee. Ja. Oh. Klasse. Come on. En nu in één keer tot het einde. Ja. Ai. Bram, Céline en Ize hebben dus al de overkant gehaald. Nee,
met tussenstops, maar toch wil ik het nog één keer proberen. Dit is gewoon mentaal anders, want ik moet hier evenveel snelheid proberen ja, maken. Ja, het is gewoon eng. En als ik op die snelheid val, dan gaat de video meteen gedaan zijn. Ja. Wow! Ah! Bijna, oh! Wat safe! Oké, maar kijk, ik geloof erin. Ja, maar ja, het is wel al ver hoor. Ik geloof erin. Let's go! Nee. Oh, wat zeg! Het zit erin, het zit er echt in. Jojo, sprong was echt gek. Uh-oh. Waar gaat hij? Oh! Wow! Hij was al. Dat was het derde, hè? Ja, hè? Het is nu poging 7 of 8, ik ben het al kwijt, maar je kan het, hè? Go! Oh! Oh. Ah. Hij was al fietsen te vallen. Kom, ik bleef fietsen. Waar gaat hij? Oh, ja, 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 mooi, ja! Ja! Oh! Oh. Alles onder controle. Zeker? 2 meter, hè? Ja, maar ik denk dat je de winnaar bent. Nee, 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 ga halen! Oh, hij komt. Ja? Ja? Mooi. Ja! Ah! Kijk hoe dicht ik ben. Ja, maar je bent er toch over? Nee, ik haat tot hier fietsen. Mijn lichaam staat vol met schaafwonden. Probeer het niet thuis, maar als ik iets doe, wil ik het halen. Oké, ik heb dus 1 uur lang geprobeerd om de overkant te halen. Het is gelukt, maar ik wou het helemaal smooth. Maar nu heb ik per ongeluk de fiets tegen Celine gegooid. En het is eigenlijk niet om mee te lachen, maar Celine die lacht altijd. In mijn val gooide ik dus de fiets weg. En Celine heeft die fiets vol tegen haar scheenbenen gehad, want ze was aan het kijken naar de camera. Damn. Dat is echt pijnlijk. Maar wil je het nog proberen? Ja, ik wil nog proberen, maar niet als jij hier zo zit. Ja, ik kan schuin staan. Nee, nee, maar... nee. Rust maar even. Celine is nu aan het doen alsof alles oké is, maar daarnet zei ze wel dat ze heel veel pijn had. Ja. Dus je moet nu even rusten. Okay. Okay. Vond jij het leuk, bro? Ja, zeker. Ik vond het ook superleuk. Ja. Ooit gaat het mij nog lukken. Bedankt om te kijken. En wij zien jullie in de volgende video. Peace! Hier komt-ie. Oh. Ah!